Goedenavond, welkom bij Zondag met Lubach. Over 2 weken mogen we stemmen op een partij waar je goed bij voelt. En de campagne is inmiddels lekker op gang. Bij NOS op 3 zaten PvdA-lijsttrekker Lilianne Ploemen en langebaanschaatser Wopke Hoekstra. Van tevoren moesten ze hun lijflied doorgeven. En als dat lied dan klonk, dan mochten ze naar voren komen. En ze komen weer op, zoals jullie inmiddels van ons gewend zijn, met hun lijflied. Dus we gaan even luisteren van wie dit allereerste lijflied is. Jan, die oh. Oh ja. Ik wacht. Sorry. Ja. Welkom, meneer Hoekstra. Ja, daarom moet je nooit je lievelingslied laten verzinnen door je voorlichter. Er wordt ook nog wat als Ploemen premier wordt, hè? Vol meeblaren met het verkeerde volkslied. Ja. Al onze vanen lapen... Lilianne... Oh, sorry. Maar ik wil het nu even niet hebben over lijsttrekkers, maar over een heel raar politiek fenomeen, lijstduwers. Kijk, we krijgen straks een stembiljet. Bij elke partij staat dan bovenaan de lijsttrekker, dan allemaal kandidaten. En onderaan heb je dan vaak een lijstduwer. En daar kun je dus ook op stemmen. Van, die moet mij vertegenwoordigen in de Tweede Kamer. Maar met die lijstduwers is iets raars aan de hand. Luister maar naar demissionair minister van Defensie Ank Bijleveld. Mijn eigen positie vertel, op de lijst 60. Is de alleronderste positie, inderdaad. Waarom? Als lijstduwer. Maar u wilt dus niet de Tweede Kamer in? Nee. Nee! Wat? Ze staat op de lijst, maar zegt nu al dat ze sowieso niet de Kamer in gaat. Dus dan ga je het stemhokje in, dan zie je haar naam en dan denk je... hé, Ank Bijleveld, dat was toch die met die 70 burgerdoden? Die moet de Kamer in. Maar dat doet ze dan dus niet. Maar waarom staat ze dan op een lijst met kandidaten voor de Tweede Kamer? Ook minister van Justitie en part-time skippiebal Vert Grapperhaus is lijstduwer. En er wordt dan gezegd, hij staat niet op een verkiesbare plek. Maar een niet verkiesbare plek bestaat helemaal niet. Ja, het bestaat wel, namelijk niet op het stembiljet. Maar Grapperhaus staat gewoon op die lijst, samen met 50 anderen, iets te dicht bij elkaar. En dan ben je dus verkiesbaar. Sommige politici en journalisten die gaan nog een stap verder. Die zeggen niet eens van een niet verkiesbare plek. Die zeggen gewoon niet op de lijst. U staat niet op de lijst, hè, voor D66, voor de Tweede Kamer. Ik ga wel als lijstduwer op de lijst, want ik ondersteun deze lijst van harte. Dus dan sta je wel op de lijst. Als je niet de Tweede Kamer in wil, is de lijst met kandidaten voor de Tweede Kamer waarschijnlijk de slechtste plek. En zelfs minister Kajsa Ollongren, die notabene over de verkiezingen gaat, die vindt het schitterend. Ik word lijstduwer, dat vind ik een mooie democratische traditie in Nederland. Maar ik ga niet de Kamer in, dat vereist andere capaciteiten die ik niet bezit. Dus zij zegt niet alleen, ik wil niet de Kamer in, ze zegt ook, ik zou het niet eens kunnen. Hey. Top dat je dan op de lijst staat. En ik heb er ook geen zin in. Nee, dat is duidelijk hoor. Nee. Ja, als dit de Tweede Kamer is, hè, dan echt... Pff, ja, is helder. Ja. Lijstduwers zijn trouwens niet alleen politici of ex-ministers. Er zijn ook BN'ers die voor extra aandacht moeten zorgen. Bijvoorbeeld deze meneer, zwemmer en part-time foodmodel Maarten van der Weijden. Die was bij de vorige verkiezingen lijstduwer van de VVD. Waarom? Nou, dat legt hij uit. Tijdens de afgelopen Tweede Kamerverkiezing was ik lijstduwer van de VVD. Niet met als doel om in de Tweede Kamer te komen, maar om mijn politieke verkenning te verdiepen. Je politieke verkenning verdiepen? Daarvoor hoef je toch niet op een kieslijst te staan? Maar als Maarten van der Weijden wil weten wat er op tv komt, dan solliciteert hij altijd even bij het 8-uur-journaal. En Van der Weijden die heeft zich blijkbaar nog niet genoeg verdiept, want ook bij de komende verkiezingen is hij gewoon weer lijstduwer. Hier, 2 verzonnen namen en tada, nummer 80, Maarten van der Weijden. En ook dit keer wil Van der Weijden niet de Kamer in. Zijn plan is dus wederom zoveel mogelijk stemmen halen en daar zijn kletsnatte reetje mee afvegen. Inspirerend levensverhaal heeft die man trouwens. Hij had die nare rotziekte overwonnen en dacht daarna, weet je wat, dan kan die hele verzorgingsstaat wat mij betreft ook de kanker krijgen. Ik word VVD'er. De Partij voor de Dieren die denkt 1 BN'er is geen BN'er, want die proppen hun hele lijst vol met BN'ers die niet de Kamer in willen. In 2006 bijvoorbeeld je hele nachtkastje, Maarten het Hart, Georgina Verbaan, Jan Wolkers en Kees van Kooten. En op de lijst voor de komende verkiezingen vinden we onder andere Anton Corbijn, Lisa Stel, Guus Kuijer, Babette van Veen, Mirjanne van Reden, Marium Hassouni en Mensje van Keulen. Dit is geen kieslijst meer, dit is het nieuwe seizoen van Wie is de Mol? Ik zit zelf op Guus Kuijer. En lijstduwen gebeurt niet alleen in de Tweede Kamer. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 stond bijvoorbeeld de Raymond van Barneveld op de lijst voor Groep de Mos in Den Haag. De lokale partij van ex-PVV-kamerlid Richard de Mos heeft Raymond van Barneveld weten te charteren. De partij laat weten dat het niet de bedoeling is dat Van Barneveld de gemeenteraad ingaat. Raymond, jij weet dat het niet de bedoeling is dat jij... Nee, want ik zie dat je dat pak aan het kopen bent.
Nee, want je staat wel op de lijst, maar je moet niet dat werk... Nee, omdat je dan nu zo de eet staat te zweren, zeg maar. En ik vind het eigenlijk gewoon kiezersbedrog. Want het zijn nepkandidaten. En je ziet het overal, hè? Zelfs bij de waterschapsverkiezingen. In 2015 stond Job Cohen als lijstduwer op de PvdA-lijst... voor het waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Heil, Bid, Lachwerk en Bewonder. Hij kreeg heel veel voorkeursstemmen en werd gekozen... maar ging het waterschap niet in. Brr, nee, ik ga het waterschap niet in. Nee, brr, mij niet gezien. Brr. Lijstduwers heb je dus bij alle verkiezingen en het bestaat ook al heel lang. In 1998 waren Regilio Tuur en Jules Deel er al lijstduwers bij de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam. Op het eerste gezicht hebben ze niets gemeen, Regilio Tuur en Jules Deel er. Maar bij de volgende verkiezingen zijn ze allebei lijstduwer. Ik ga geen sticks uitdelen, ook geen posters uitdelen. Mijn deel in het geheel is het puur een PR-verhaal. Ik heb van tevoren gezegd dat ik niet in die raad kan gaan zitten. Bovendien, ik kan me een boeiende werking voorstellen hoor. Dan in de gemeenteraad. Hè? Wat jammer is, want ik denk dat het hele snelle raadsvergaderingen geworden met Jules. Lid deelde. Voor, tegen, tegen, voor, tegen, tegen, voor, voorzitter. Maar Regilio Tuur die verwoordt het heel mooi dus. Het is een PR-verhaal. Het is een publiciteitsstunt. En dat is dus nu ook weer aan de hand bij de Tweede Kamer. Tientallen mensen staan op lijsten en hebben geen enkele intentie om ook echt die Kamer in te gaan. Dat zijn geen lijstduwers, dat zijn gewoon scheidlijsters. Hoe het wel moet, zie je bij Albert Verlinde. Dat is wel een heel gekke zin, jongens. Klopt dat? Nee, omdat er staat dat Albert Verlinde laat zien hoe het wel moet. Nee? Nee, oké, doe ik hem zo. Hoe het wel moet, zien we bij Albert Verlinde. Je bent dus sinds kort lijstduwer voor de gemeenteraadsverkiezingen in Vught, Helvoort en Kromvoort. Ja, daar sta ik, ja. Hey, wacht even. Ja. Bouw aan de toekomst. Ja, ik ben lijstduwer, hè. Ja, maar als jij genoeg voorkeurstemmen krijgt, dan ga je er gewoon in. Ja, natuurlijk. Als er echt een signaal is dat mensen zeggen... nou, we willen heel graag dat hij erin zit, ja, dan ga ik niet weglopen. En inderdaad, Albert Verlinde kreeg genoeg stemmen en zit nu in de gemeenteraad van Vught. Pst, heb je het gehoord van de wethouder? Die heeft allebei de rotondes laten verbouwen. Dat was roddelen. Zo moet het dus. Maar de meeste lijstduwers doen alleen maar mee voor de show. Want je moet even bedenken wat het is. Het is eigenlijk gewoon reclame. En reclame maken voor een politieke partij, dat mag. Hè? Je mag advertenties kopen, tv-spotjes maken... folders door de bus doen met een foto van Maarten van der Weijden... in een VVD-badpak, tuurlijk. Maar dit is reclame op het stembiljet. En dat mag niet. Het staat zelfs in de kieswet. In het stemlokaal worden geen activiteiten ontplooid... die erop gericht zijn de kiezers in hun keuze te beïnvloeden. En dat is logisch, hè? De vrouw van Gert-Jan Segers... mag ook niet met je mee het stemhokje in... om de kandidaat van de dag aan te prijzen. Doe die maar, ik heb hem zelf ook, hij is heerlijk. Die. En die neutraliteit vinden mensen ook heel belangrijk. Hier in het Gelderse Leut had iemand een keer een verkiezingsbord... te dicht bij een stembureau gezet, meteen een relletje. Maar een lijstduwer is gewoon reclame in het stemhokje, namelijk op het stembiljet. Dus ik zeg, kap met dat kiezersbedrog. Of zet er op zijn minst bij dat het scheidlijsters zijn. Dan kunnen wij daar rekening mee houden. Hallo aardbewoners, hier Arjen Lubach vanaf de planeet Mozark. Vrolijk Murilan iedereen. Ik hoef geen cadeautjes, maar abonneer je wel even op ons kanaal. Dat is wel zo netjes. Ja toch? Klik. Ergens.